Een dagje zee loopt trist af voor een groepje vrienden uit Brussel. De jongens gaan samen zwemmen in zee, maar merken op het strand dat één van hen niet mee is teruggekomen. Ze slaan alarm bij de redders en die gaan meteen op zoek. Een helikopter en een drone proberen de jongen vanuit de lucht te vinden. 4 uur later vinden ze de jongen pas terug. De hulp komt te laat, de jongen is verdronken. Het was een mooie zomerdag en de jongens zwommen in een bewaakte zone. Hoe kan zoiets dan gebeuren? De jongen is waarschijnlijk verrast door het springtij, dat is wanneer het water heel snel stijgt. Het strand is heel oneffen. Sommige stukken zijn heel diep, andere wat hoger. Waarschijnlijk stond de jongen op een hoger stuk wanneer het water plots opkwam. Als je dan probeert terug te keren naar het strand, kom je onverwacht in het diepe terecht. Als je niet goed kunt zwemmen, of je bent nog klein, of je mama en je papa is niet bij je, ja, dan is dat natuurlijk gevaarlijk. En dus luister altijd goed naar de redders. Zij proberen nu altijd aan te manen om zeer vlug terug te komen, om toch voor die ondiepte weer aan de kant te zijn. Dat iemand verdrinkt in een bewaakte zone gebeurt bijna nooit. Maar de zee is natuurlijk anders dan het zwembad. Er kan stroming zijn en je kan plots in het diepe terechtkomen. Ga dus best niet alleen zwemmen en hou elkaar goed in de gaten. Merci om te kijken naar Karrewiet. Abonneer je zeker op ons kanaal. En als je meer video's wil zien, klik dan hier.